Welkom, mijn naam is Henk-Jan Koershuis, Sportvoeding Webshop. Wij zijn vandaag aanwezig in het FBK-stadion, nog 2 weken voorafgaand aan de halve marathon van Hengelo. En kort geleden sprak ik al met een aantal toppers die aan de start staan op tweede paasdag in het FBK-stadion. En vandaag spreek ik met Bianca en Michiel. En Bianca en Michiel zijn de afgelopen periode in voorbereiding geweest. Ze hebben onder andere diverse wedstrijden gelopen, waaronder uiteraard de Woldreslopen vanuit Hengelo. Zeer populaire wedstrijden georganiseerd door de atletiekvereniging van NPM. En vandaag spreek ik met Bianca en Michiel en ik ben heel benieuwd hoe het hun is gegaan de afgelopen periode. En zij vertellen wat zij ervan gaan maken op tweede paasdag. Daarnaast zijn wij zelf aanwezig met Sportvoeding Webshop. Wij voorzien alle lopers bij de finish van een bidon. Deze is gevuld met sportvoeding en die staat voor je klaar. En we zijn van de partij, we hebben er zin in. Ik ben benieuwd wat Bianca en Michiel ervan gaan maken. En uiteraard ook de andere toppers die we eerder al spraken. Casper Koelma, Thijs Teunis en natuurlijk ook Sam Landman niet te vergeten. Laten we even gaan luisteren naar Bianca en Michiel. Bianca. Ja, hi. Het is bijna tweede paasdag. Klopt. Halve marathon. Yes. Ga je weer lopen? Van Hengelo? Ik hoop het. Ik ben even geblesseerd geweest, last van mijn knie gehad. En daardoor de laatste Woldresloop niet kunnen lopen. Maar het gaat nu wel weer goed. Dus als ik vandaag ook geen last heb van mijn knie, dan denk ik dat ik hem wel ga lopen. Ja. Oké. Okay. Heb je nog bepaalde verwachtingen als je hem gaat lopen? Ja, ik wilde eigenlijk al weggaan op een PR, maar aangezien ik dus 3 weken lang weinig heb kunnen trainen, weet ik niet of dat gaat lukken. Maar misschien dat ik toch op weg ga en dan halverwege bekijk of ik het een duurloop van maak, dat ik toen gewoon zo hard mogelijk afmaak. Nou, we gaan het zien. Ja. Tot tweede paasdag. Tot tweede paasdag. Michiel. Ja, hoi. Halve marathon, Hengelo. Ja. Ben je er klaar voor? Het is 2 weken van tevoren. Ben je er klaar voor? Ik heb op zich heel goed voorjaar gehad tot nu toe. Ik heb een paar mooie wedstrijden gelopen. De halve marathon van Vorden. Ik heb vorige week nog de Meidenloop gedaan van Haaksberg. En natuurlijk de Woldesloop van NPM. Ja. Dus de halve van Hengelo, op zich ben ik er klaar voor. Wat, heb je bepaalde verwachtingen? Nou, het is een beetje onzeker, want ik word binnenkort vader. Dus ik weet nog niet of ik meedoe. Maar als ik meedoe, dan hoop ik een mooie tijd te kunnen lopen. Oké, okay. Spannend. We gaan het zien. Tweede paasdag. Ik ben hier met Benny, een van de organisatoren van de halve van Hengelo. En Benny, wat gaat er gebeuren tweede paasdag? Ben je er klaar voor? Heb je alles onder controle? Ja, wij zijn er klaar voor. We hebben alles onder controle. Hij even wacht niet meer. En er komen lopers aan, hij heeft niet aan de kant. Het gaat helemaal goed komen. Ja? Ja. Wat hebben we dit jaar in petto? Heb je nog iets bijzonders te melden? Ja, we hebben een sportvoeding. Sportvoeding? Van Sportvoeding Webshop? Ja. En zijn er nog andere dingen? Nou, niet echt schokkende veranderingen dit jaar niet. Dus dit was zal het voorgaande jaren. Het is goed. Alles loopt goed. Gewoon? Ja. Ja. Alles loopt zoals het gepland is? Ja. Nou, ja, nu toe wel. Dan gaan we elkaar zien. Tweede paasdag. Ik heb er zin in. Oké, okay. Ja? Wij ook. Ja? Let's go. Vast bedankt. Heel. Ja.